Hoi, welkom bij deze video over heupklachten. Nou, in deze video ga ik niet te diep in op de verschillende soorten heupklachten. Daar kun je onder in deze video, kun je in de tekst daar meer over lezen. En als je daar meer over wil weten, kun je ook doorklikken op de betreffende aandoening. En daar wordt allerlei tips gegeven over adviezen over hoe je die klachten kunt voorkomen, verhelpen. Ja, wat de beste behandelingen ervoor zijn. Maar in deze video ga ik een stukje anatomie vertellen. En ja, nog wat andere dingen, daar kom ik zo op terug. Nou, dit is een stukje van de heup. We zien hier onze wervels, tussenwervelschijven. Hier zien we als SI-gewricht de bekkenkam hier, de kop van de heupkom, de schacht, dus het bovenbeen, hier ook de bovenbeen, hier ook weer de kop van de heup. En als we de achterkant gaan bekijken, dan zien we hier mooi het SI-gewricht, ook de wervels weer, de zitknobbels waar we op zitten. Daar hebben we ook weer, hier zitten ook allerlei aanhechtingspunten van hamstrings. En ja, zo hebben we dus eigenlijk een stukje anatomie van de heup. Als we nu kijken we puur naar de botstructuren, maar als we daar wat spieren overheen gaan leggen, dan zie je heel mooi dat die spieren het gewricht bedekken. En die zorgen dus voor een stukje stabiliteit en stevigheid van het heupgewricht. En die zorgen dus ook voor dat we onze heup en onze spieren kunnen bewegen. Nou, bij heupklachten kunnen we dit eigenlijk onderverdelen in acute klachten en chronische klachten. Acute klachten wil zeggen korter dan 6 weken. Denk bijvoorbeeld bij een val op de heup of overbelasting. Dan hebben we vaak korter dan 6 weken last en die klachten zijn relatief goed op te lossen. En binnen 6 weken kunnen we eigenlijk alles weer doen. Bij chronische klachten, dan hebben we het over klachten die langer dan 3 maanden bestaan. Nou, denk aan slijtage van de heup, een slijmvliesontsteking, een breuk. Denk aan heupdysplasie, dus een aangeboren heupafwijking. En zo zijn er allerlei aandoeningen die langer dan 3 maanden kunnen duren, maar die niet onomkeerbaar zijn. En dat wil zeggen, vaak denken we dat chronisch dat niet oplosbaar is. Nee, chronisch is wel degelijk oplosbaar, afhankelijk van wat voor aandoening je hebt. Maar er zijn heel veel klachten die langer dan 3 maanden duren, die we met de fysiotherapie wel op kunnen lossen. Nou, we kennen aspecifieke en specifieke heupklachten. Aspecifiek wil zeggen zonder specifieke oorzaak. Wanneer we dus beeldvormend onderzoek gaan doen in de vorm van MRI, echografie of een röntgenfoto, dan kunnen we eigenlijk niks vinden. Wil niet zeggen dat er niks zit, hè, want er kunnen wel degelijk spierknopen zitten, triggerpoints of andere aandoeningen die we niet kunnen zien op beeldvormend onderzoek. Nou, een specifieke oorzaak wil dus zeggen dat we dat wel kunnen zien op een MRI of een röntgenfoto of een echo. En dan hebben we het bijvoorbeeld over een gebroken heup, een slijmvliesontsteking, een slijtage in de heup. En zo zijn er wel veel aandoeningen die we kunnen aantonen met diagnostiek. Aanvullend diagnostiek moet ik zeggen. Nou, dit was een stukje over heupklachten. Onder deze video heb ik nogmaals veel meer informatie staan, ook over specifieke heupklachten. Daar kun je op doorklikken en daar kun je nogmaals veel meer informatie uithalen. Ik wil je bedanken voor het kijken en hopelijk tot snel in de volgende video. Hoi hoi!